In 1871 tot 1875, meen ik, is hier predikant geweest dominee Van Gogh. En dat is de vader van Vincent de Grote Schilder. In die tijd woonden er vele Van Goghs in Helvoort. Er hebben nog nooit zoveel Van Goghs in één dorp gewoond als hier in Helvoort. Maar hier aan de overkant, daar staat nog de pastorie waar de familie Van Gogh heeft gewoond. De conservator van het Van Gogh Museum, die toen hier een keer kwamen kijken naar de Bijbel, die hebben mij een kopie gegeven van een briefkaart die de familie Van Gogh, dus het gezin Van Gogh, ik meen vader toch, ja, die op de briefkaart vraagt aan Vincent of die nog erg in heeft in de verjaardag van zijn vader of moeder. En er zijn ook kleine etsjes, althans afbeeldingen, die Vincent heeft gemaakt van deze kerk. Maar waar die ooit gebleven zijn, misschien is het wel zo dat er ergens nog op een zolder zo'n ets ooit boven tafel komt.